Odi, Odi, goedemiddag. Op het moment dat ik live kwam, zag ik dat ik een pakketje kreeg. Dus ja, moest ik even snel naar beneden. Hallo allemaal! Ik heb echt de afgelopen weken honderden nieuwe volgers erbij gekregen. Hallo allemaal, welkom op Volgers Klauw. Wat jullie zeker niet moeten vergeten, is om te abonneren op mijn kanaal. Want alleen kijk, hebben we niet zo heel veel aan. Tuurlijk, het is gezellig hier. Maar je moet abonneren en ook op het belletje klikken. Dus dan krijgt het belletje krijgt dan vleugels. Hey Rashida! En dus abonneren, op het belletje klikken en zeker reageren. Want voor de mini giveaway van vandaag. Hi Marion! Marion, jij bent toch de zus van Mahalia en Daphne, als ik het goed heb. Dus wil je vandaag meedoen met de giveaway, moet je zeker abonnee zijn. Wamine, gimme giveaway aan passanten. Dus abonneren, belletje aanklikken. Oh ja, toch wel. Ja. Dus abonneren, belletje aanklikken. Dan krijgt het belletje krijgt dan twee vleugeltjes. Dan weet je zeker dat je meldingen krijgt. Want ik hoor van heel veel mensen dat ze de meldingen niet krijgen als ik live ga. De giveaway van vandaag. Misschien één of misschien twee. Weet ik nog niet. Kijken hoe greedy ik ben voor mijn spullen. Maar jongens, wacht hier. Laat me je tori. Vandaag heb ik tijd, hè. Paas is voorbij. Hoe was jullie Pasen? Ik heb gewerkt met Pasen. Ik had natuurlijk wel hulp. Ga niet doen als ik het alleen heb gedaan. Ik had hulp. Ik heb van die houten schermen. Ja, hoe zou ik het zeggen? Ja, houten voorgevel. Een deel van mijn garage. En de zijkant van mijn garage heb ik houten panelen. En die moeten gebeits worden. En normaal doen we dat, even nadenken, om de 2 jaar. Nu was het 3 jaar geleden vandaag zo, dus, of tenminste dit jaar was het 3e jaar dat het niet gedaan was. Dus vlak voor de Pasen. Dankjewel Marion, jij ook hoor, want ik zie je foto's bij je zussen. Maar ja, dat zijn jullie allemaal altijd al geweest. En ik zag wel dat die dus gedaan moest worden. En in Friesland deed ik het zelf. Maar ik heb me even erin vergist, want ik heb niet alleen aan de voorzijde bij mijn garage, heb ik die houten panelen, 3 grote delen. Maar ik heb hetzelfde in de tuin. Want daar is de sauna, heeft ook die houten panelen. Daar heb ik me in vergist. Ik had maar 1 emmertje meegenomen. Ik heb cheap gedaan. Ik heb het gewoon bij de Action gekocht. Was 5 zoveel. Normaal gesproken kocht ik hem voor €60. Als ik die van mijn tuinhuisje in Friesland deed. Als mijn man begraven was, hij zou zich echt omdraaien in zijn graf. Maar hij is gecremeerd, hij is beneden, hij kan precies niks zeggen. Dus ik heb het gedaan, maar het is bijt, het is geen verf. Je krijgt wel een lichtbruine kleur, dus ik denk dat dit heel veel kwaad kan. Dus ik ga kijken hoe hij, ja, ik ben benieuwd hoe lang het erop blijft zitten. En als het heel snel vervaagt, weet ik zeker dat ik voor de duurzamere bijts moet gaan. Maar ik zag het bij de Action liggen, terwijl ik eigenlijk alleen de kwasten ging halen. En dan zou ik daar aan de Praxis gaan. En dan dacht ik van, hé, bijts is bijts, Jere, laat me het proberen. En het is niet iets wat duurzaam 20, 30 jaar lang moet meegaan. Maar dan zou ik dan wel iets duurdere halen. Maar kijk, als ik mijn woning schilder, als we de woning schilderen, doen we het eigenlijk om de 8 jaar. Dan moet je wel je woning van binnen en van buiten. Heel veel mensen weten dat niet of doen dat niet. Dan verf beginbladeren en zo. Dat hebben we altijd gedaan. Dus de woning is dus nu in 2018 helemaal van binnen en van buiten geschilderd. Alleen de panelen, maar dat heb ik. De panelen hier thuis heb ik nooit zelf gedaan. Dat deed de schilder. Maar mijn beloste partner was schilderen, hè, want ik moest geld overhouden. Ik drink een gin tonic. Ja, het is net 12 uur geweest. Ik is aan de gin tonic. Maar mijn dochter tagde mij in een artikel. En in het artikel stond dat gin tonic heel goed is tegen hooikoorts. Klauw is normaal gesproken niet zo gehoorzaam, Mathilde. Wat hem snap? Hey Patricia! Ja, iedereen nog. Het is geen Pasen meer, maar ik hoop dat jullie fijne paasdagen hebben gehad. Dus ik heb gewerkt met Pasen. En daarna heb ik lekker gechilled en ik heb echt zo'n lekkere daybed. En dan zo'n weer van, ja, maar gisteren en vandaag, het is maar 9 graden.
Dus, ik ga het ook zoeken. Ik gebruik de Pink Gordon's Gin. Die vind ik lekker. Het is eigenlijk een beetje licht gezoet. Look van mijn verleden, Jaggi Aheer telefoon. En weet je wat ik ook nog heb? Vandaag ben ik, nou ja, ik ben niet op de, helemaal op de gezonde tour. Om 15 uur loopt er een dronken vrouw te schreeuwen in Lochem, zegt mijn zoon. Nee hoor, boef, mama blijft gewoon binnen. Kijk wat ik heb. Ik ga gezond doen, want ik heb natuurlijk heel veel gegeten. Ik heb een bonensalade gemaakt met heel veel koriander, ben ik dol op. Ik heb lima bonen, ik heb komkommer, ik heb avocado, ananas, rode chilibonen, kikkererwten, mais zit erin. Ja, stukjes komkommer. Mmm. En als dressing, het is echt lekker, heb ik 2 citroenen, Himalaya zout, 2 citroenen Himalaya zout, honing en olijfolie. Dus vandaag ben ik gezond en dan zal ik je zeggen ook waarom. Mmm. Luister dan. Wanneer ga je weer zo'n recepten plaatsen? Hé, het is echt heel veel werk hoor. Om die hele statief op te zetten. Dus ik ben bezig met een ander soort statief. Waar ik mee kan filmen. Maar dat komt gauw. De reden waarom ik vandaag bonensalade eet. Is. Ik heb een lage zali. En hoe kom ik erachter? Doordat ik laatst live was op mijn Facebookpagina volgens Klauw. Volgens Klauw heeft ook een Facebookpagina en een Instagrampagina. Dus daar post ik ook regelmatig op. Maar ik vertelde aan iemand dat ik ineens heel veel trek had in pimba. En normaal gesproken eet ik geen pimba. Dus echt heel lang geleden. Ik ga jullie zo een tori geven van mijn zoon. Hij kijkt ook op pimba als ik het niet vergeet. Dus ik vertelde van ik heb heel veel trek in pimba. En een mevrouw reageerde, heb je dan ook heel veel trek in ijsblokjes? En ik zal je zeggen, 's ochtends, als ik het huis ging, nam ik een beker mee met ijsblokjes. Kijk, ze zitten hier ook wel in. 'S ochtends voordat ik in de auto stapte, pakte ik een beker met ijsblokjes. Daarmee kan wel ijsblokjes in de auto. En op een gegeven moment, toen ik dus de spullen ging halen voor de Bita, zag ik die pimba, maar het waren 2 van die kleine bolletjes. Dus heb ik ze gekocht. Ik zeg het je. Abiswiti. Smaakt nergens naar. Maar het was zo lekker. En laatst liet ik een pakketje halen. Toen heb ik mijn broertje gevraagd om een hele grote bol te sturen. Dus op een gegeven moment vroeg ik van, ja, hoezo heb ik ineens trek in pimba? Want het is niet lekker. Het is gewoon, ja, stopt het in je mond, je zuigt erop en Oké, het klinkt een beetje nasty. Maar het is gewoon zand, wit zand. Toen reageerde een verpleegster. En toen zei ze van, Klauw, je hebt de lage zalie. Maar mijn vriendin, Wendy, die had al gezegd van, Klauw, je moet magnesium gebruiken. Maar die mevrouw vulde dat nog aan, dus ik heb magnesiumtabletten. Die dingen zijn zo groot. En die moet je 1 keer innemen, hè, met water. Alla Martina was struggle. Maar ik heb dus magnesium moest ik innemen. En naast de magnesium heb ik Floradix gekocht. Dat is een ijzer drankje. Want met vitamine zit hierin. Het is best wel duur hoor, €25 voor zo'n fles. Maar ja goed, het is voor mijn gezondheid. Dus heb ik dit gekocht. Want behalve dat ik die pimba lustte. Maar wanneer je ijzertabletten inneemt, weet je, je krijgt tranenbieren. Je kan niet poepen. Dus heb ik dus ook Dulcolax. Dat moest ik ook van die mevrouw. Die had dat aanbevolen. Ik kan even niet op haar naam komen, maar ik weet zeker dat ze gaat kijken. Dus ik heb het gekocht. Ik heb die Dulcolax gekocht, want dan krijg je echt een hele harde ontlasting. Kan je bijna niet afgaan. Dus die heb ik gekocht en die ga ik vandaag voor het eerst aan innemen. En Wendy zei het ook al, want zij heeft er ook last van. Maar ik heb begrepen dat heel veel zwarte mensen last hebben van lage zalie. Ik ben er één van, ik voel me best wel duizelig. Ik kan niet heel lang staan. Als ik boven de trap opkom, ben ik al buiten adem. Ik weet nog, vorig jaar of het jaar ervoor was ik een paar keer flauw gevallen. Ik snapte er helemaal niks van. Bij Surinaamse mensen is het gelijk. Ze zeggen, je bent zwanger. Nee, hè? Van je pa ben ik zwanger. Dus dat was het helemaal. Ik had gewoon een hele lage zaal. Ik was op een etentje. Nja, hè? Ik kon jami van de flauwe drapera. Njami, nou weer, maar jammer, hoor. Ahat me. Maar in elk geval, ik kon niet de volgende dag teruggaan.
Maar ik ben dus pas begonnen. Ja, Mario zegt ze heeft er ook last van. Ze lust geen ijs meer. Zij wapiti zijn sinaaspeulen. Nou ja, ik weet niet of we dat kennen hier. Maar voor nu zit ik wel even goed met mijn Floradix en mijn magnesium. Ben ik vorige week mee begonnen. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren voordat het echt werkt. Ik heb niet het gevoel als het echt werkt. Ja, want Minyami Pimba, iedere dag een klein stukje. En nu mijn ijsblokjes natuurlijk in mijn gin tonic. Dus ik heb het nooit geweten dat daar een link was, een connectie was tussen die twee dingen. Dus dat je ineens Pimba lust in ijsblokjes. En dat je daar dus een lage salie had. Dus, maar goed, of laag ijzergehalte ook. Maar goed, nu ik het weet, ga ik erop letten. Er werd mij gevraagd welke trimmer ik gebruik. Dit is hem. Het is de Cordless Detailer van Waal. Hiermee doe ik mijn haar iedere week. En daarom mag ik ook geen Pimba meer eten. Nou, ik denk dat hierna, Marion, dat ik het ook daarna niet meer lust hoor. Want ik heb in geen 20 jaar dit gegeten, Pimba gegeten. Ineens lustte ik het. Kijk, zo ziet hij eruit. Het is een draadloze tondeuse. Een detailer. En hij doet mijn haar helemaal flawless. Ik kreeg er ook nog twee dingetjes bij. Dus kijk, zet geen draad aan. Je moet hem wel opladen, maar als je hem één keer hebt opgeladen, doet hij het misschien 4-5 keer. Bij mij heb ik hem in een set gekocht. En daar zaten deze twee dingen bij. Een olie, clipper oil. En clean and cool blade spray. Hebben we gisteren voor het eerst gebruikt. En hierdoor, door die nozzle eraan, alle fijne haartjes die bij die blade zijn achtergebleven, haalt hij ervan af. Dus ik ben er echt super blij mee met de set. Maar mijn oude buurvrouw heeft het mij aanbevolen. Ik kwam er tegen op Sanderij. En ze zei, ze stuurde een link naar mij. Dankjewel voor dit tip. Ik ben er hier echt super, super, super blij mee. Dus voorlopig, ik heb er nog veel misensieren. Jammer voor hem. Jongens, af en toe moet ik een drankje. Het is voor mijn gezondheid. En ik verteer dat klauw naar soppie meid. Dus, waar wilde ik het over hebben? Kijk, nu is het coronatijd. Iedereen is aan de hand sanitizers. Maar jongens, Klauw heeft al, minstens heb ik na 100 jaar heb ik hand sanitizers in huis. Kijk, hier bewaar ik ze allemaal in. Ik heb er verschillende, allerlei soorten. Dit is een spray. Dit is een spray. En ze zijn allemaal van Bath & Body Works. Dit is de Water Lemon Lemonade. En deze, dit is echt een lekkere geur. En deze hebben 72% alcohol. Oh, deze ruiken zo lekker. Deze zijn dus in sprayvorm. Maar dan heb ik ze ook zo. In van die klein. Deze had ik afgeplakt. Want deze had ik in LA gekocht. Vorig jaar met mijn dochter. Dus had ik hem afgeplakt. Zodat hij niet zou gaan lekken. Dit is nog een Christmas edition. Ik heb tig van die dingen. Dit is de green tea. En dit is de perfect potion. Ik heb heel veel hand sanitizers. Dus aan die corona kon close-ups aan de hand sanitizers hoor. Ik geef ze ook heel vaak weg aan vriendinnen. Ik vind het ook altijd leuk. Weet je, als je iemand een cadeautje geeft dat je de hand sanitizers bij zet. En in diezelfde bol van de hand sanitizers zijn natuurlijk de bijpassende handcreams. Dus stress relief, sparkling limoncello. Deze is de vanilla buttercream. Deze is de 1000 wishes. Ik moet constant mijn handen sanitizen. En natuurlijk moet je dan ook crème zetten. Dit is de Coco Loco. Kon natuurlijk niet anders. Klauw in de kokos. Maar behalve van Bath & Body Works heb ik natuurlijk, nou niet natuurlijk, heb ik van het merk Young Living. Daar komen mijn diffusers vandaan. Dat was een set. Dat had ik toen gekocht toen mijn man net ziek was. Zodat hij beter kon ademen. Want ik kreeg ook last van zijn ademhaling. En vanaf dat moment ben ik een beetje verknocht aan Young Living. Maar ik heb ook natuurlijk andere essentiële oliën van het merk Now. Maar van één geur van Young Living. Oh, waar ik echt verslaafd aan ben, is deze geur. Dat heet Thieves. En die Thieves, dit is de hand sanitizer van Thieves. Heb ik, hoeveel maal heb ik het? 4 maal. Ik heb onlangs een bestelling gehad.
Maar ze hebben ook de hand sanitizer in een soort van gel formaat. Waterless hand sanitizer. En deze glijdt echt makkelijk over je handen, dus dat je bijna geen crème nodig hebt. Ook hier heb ik 4 van. Eentje is dus nu in gebruik. Heb ik nog 3. En ook hun olie voor de diffuser. Ik heb een normale verpakking en ik heb zo'n mini size. En die heb ik 's avonds in de slaapkamer. Wat ga ik doen? Dat was een zakje van Young Living. Dat is leeg. Ik ga iemand die comment achterlaat, niet hier hoor in de live. Want dan kan ik het straks misschien wel terugvinden. Of ja, doe maar. Dat maakt niet uit. Dan ken ik in de live reacties en in de reacties die straks komen. Stuur ik 1 setje op. Dit moet je geprobeerd hebben. Dit ruikt zo lekker. Als je van kruidige geurtjes houdt, dit. Als je het spreekt op je handen, het blijft zo lekker hangen. Maar wat doe ik? Klauw toch? Klauw is cheap. Ik had toch palm? Wat heb ik gedaan? Ik heb mijne aangelengd met palm en nog steeds ruikt het heel sterk. Dus als je nog een ander flesje zou hebben, dan kun je hem deze aanlengen. Nou, misschien deze ook, maar dan moet je nog een ander flesje hebben. Dan gaat hij 2 keer zo lang mee. Maar dit wil ik jullie echt, ja, ik kan niet aan iedereen geven. Hoe gaan we de giveaway doen? Ik ga gewoon random een reactie kiezen. Je hoeft niet echt speciaal iets te doen, maar je moet wel geabonneerd zijn. En je moet gewoon een reactie achterlaten. Maakt niet uit wat voor reactie. En dan ga ik gewoon iemand uitkiezen. En dan ga ik zo een setje opsturen. Want ik hou van Young Living. Ik hou van mijn hand sanitizers. Maar nu laat ik ze langer meegaan. Doordat ik flesjes palm uit Suriname heb gesmokkeld. Terwijl het niet mocht. Maar ik heb het wel gedaan. Voor een goed doel. Waar ben ik ook al kiezen corona hier, hè? Laat die mensen maar laten. Want ze verkopen het. Ze verkopen die palm op Zanderij. Maar je mag het niet meenemen. Daar staan voor, Sani. Dat mijn paides mag ba. Dan moet ik het aan jullie geven. Nee hoor, ik heb het gewoon meegenomen. Dus ik ga mijn flesjes aanlengen. Dit was hun oude fles. Dus deze hou ik voor mezelf. En die andere die heb ik pas afgelopen week gekregen. Afgelopen zaterdag of zo. Ja, er valt niet zo heel veel meer te vertellen. Ik heb jullie verteld over mijn lage zali. En dat ik dus gin tonic drink voor mijn hooikoorts. Als het helpt, weet ik niet. Maar 1 ding weet ik. Als ik 3 van dit gehad heb, ben ik dronken. Dus dan slaap ik. Dan zal ik alvast waarschijnlijk niet voelen dat ik aan het snotteren ben. Ik moet wel zeggen dat ik nog geen hooikoortsmedicijnen heb ingenomen vandaag. Omdat ik dit echt wilde uitproberen. Ik heb toevallig altijd gin in huis. Want Milop mi gin tonic. In het vliegtuig drink ik ook altijd gin tonic. Dus, minusap, if I broke. Maar we gaan het... die Tori van je zoon over die Pimba. Hij is hier toch wel op de volgers. Die zien jullie luisteren goed. Luister, dan laat ik jullie een Tori geven. Mijn zoon was verslaafd aan Pimba. Hoe was hij er aangekomen? Mijn moeder. En je weet toch, kleine kinderen zijn gierig. En mijn boy ben greedy. Dat hij nu lust hij niks meer. Als ik heb van de afgelopen pas, heb ik pom gemaakt, pastei. Ik had via Doe een harde kip. Mijn kinderen hebben niks gehad. Mijn zoon heeft precies 3 pasteitjes meegenomen. En de rest, ik heb wat spullen voor, natuurlijk voor mijn vriendin Doris Troy. Misschien een kwart voor via Doe. Ik heb een stukje pom voor haar gestuurd. Ik heb harde kip voor haar gestuurd. Ik heb pasteitjes voor haar gestuurd. Temenja me praxeer, mi city. Dus. Maar mijn zoon, mijn moeder, die werkte dus bij de SRM. Dus mijn moeder kwam regelmatig. Maar mijn moeder had altijd 3 dingen standaard bij zich. Mijn zoon wilde altijd mijn moeders broodje pom. Die is in het vliegtuig gekregen, SLM. Dus mijn moeder nam het mee. En mijn moeder had altijd shilling oil bij zich. Maar die shilling oil verslaving had ze weer van mijn grootvader. Als je mijn opa ziet, heerde hij, wat kan ik maar shilling oil minus afstaan. Dus mijn moeder was verslaafd aan shilling oil. En mijn moeder had Pimba in de tas. Maar je weet toch, kinderen zijn gierig. Dit is Sapsanasa, dit is mijn moeder eet de Pimba. En mijn zoontje wil ook. Dus op een gegeven moment zegt hij tegen mijn moeder, oma, als u komt, mag ik uw broodje pom en Pimba. Dus mijn moeder had echt zoiets van, hoezo vraagt een kind hier in Nederland naar Pimba? De mijne wel. Lang verhaal kort. Abesa, ba Pimba, ba. Een tante van mij, die gaf een fafé slimbaka. Wacht even nadenken voor smita kwam bebouwen. Voor smakko corrigeer me.
Het is een feestje die je geeft, maar je mag die botten niet eten. Van feest naar dimbaka. Het is geen pre, het is een etentje. Hoe noem je dat? Maar je mag één ding wat ik wist is dat je die botten niet mocht eten van je karasambaka. Een tafra was het. Het is iets met tafra. Rashida zegt een kratafra. Ai Rashida, ai we, je hebt me inatori. Ja, kratafra. Dus mijn tante had dat. En ik ging niet. Mijn vrede is aan boy. Weet je, het is gek, maar ik zou me echt meer in mijn cultuur moeten gaan verdiepen. Kloof, vrede, alasan, sa, met ju. Maar het is omdat ik er niet mee ben opgevoed. Dus neem jullie het me niet kwalijk. Nooit meer nog gona wa winti pre of wat dan ook. Even als ik je tories vergeet wat mij 2 jaar geleden is overkomen. Bijna mijn plasje in mijn broek. Maar dat is iets anders. Dus mijn tante, wij waren op vakantie in Suriname. En mijn tante had dat. En haar kleinkinderen waren er ook. Dus ik zeg, ik kom niet hè. Want ik zweer het. Mi bopora vrouw, herkrata vrouw, want klobo ala de bonjo. Als ik met iemand aan tafel zit, me begin luka bonjo sa potapi ipreti, hè? Me begin tijgen, mag ik het? Dus, legrapi a vrouw, herkrata vrouw bopori, want klobo vergissing, automatisch klobo, ik kou ala de bonjo. Ine man dan je uit eten dan ga klauw. No se om nyawa san, pe bonjo no dena ine, wat klobo gi yusheng, want klobo kowe bonjo, klobo vergita tano osade. Mine be wanko pores, ma san dus ik dag. Mijn tante zei van, stuur die kinderen. Dus die kinderen werden opgehaald. Dus de kinderen gingen er naartoe. Ik zit thuis met mijn moeder. We kregen een telefoontje. Ongeveer, kan die 2 uurtjes bakken. Dat ik had het telefoontje eerder verwacht. Want mijn boy ben hoger. Ik ben loplot op straat. Ik ben ja Holland. Ik ben veel straat. Maar draai Suriname. Dus de telefoon ging. En ik zeg tegen mijn moeder, goh, ik weet zeker dat zij zegt. Maar ik had het eerder verwacht. Want Romy ben loplot op straat. Dus ik dacht, ik ga misdragen drapie. Dus mijn tante kwam aan de telefoon. Hé, ik kan het niet echt meer naproduceren. Mijn tante helemaal buiten adem. Klauw, Mikalo, van mijn vaterie. Dus ik gelijk van, hé, wat is met mijn kind gebeurd? Ik zei, ze nou, maar ik ben ik bari zo bari. Ik nee. De manier waarop mijn tante sprak. Nee, niks aan de Romy. Maar, Mikalo, van wat tegen je, Samsa? Met dat aan de heer, niks aan de nee, ja, akrata vraag. Romy Gabaka, want ze zetten ook dingen achter het huis. Laat me jullie vertellen wat ik me vertel. Wat ik van tante vertel, dat komen we er niet uit. Mijn tante was helemaal buiten adem. Romy, hij kijkt. Ano reageer nono, kanano sabatori moro. Hij was volgens mij 5 of 6. Romy Gabaka desma ozo. Romy heeft het eten gezien. Hij heeft die pimba gezien. Sweet soppie gezien. Maar zo'n, dus als ik nog een foto had, jullie zouden, dus jullie zouden echt in een deuk liggen. Romy heeft alles opgegeten achter het huis. Maar die mensen zetten het op een tafeltje en zo. Abonjama, heer, kratafra, alles gedronken. Dus op een gegeven moment kwam hij naar voren. Hij had een zwarte broek aan en een zwart-wit shirt. A heer, pimba, plak, nanga, a sweet soppie, e heer vis. Dus ik wist niet dat mijn boy bij de Bonumang van deed dat hij, maar abegeerlijk assistent van Bonumang. En heerski met Pimba zijn gezicht, alles zijn kleding. Dus toen hij thuis was, we hebben een foto van hem gemaakt. We kwamen niet bij van de dag, dus ik moest echt eerst lachen. Maar het grappige is, mensen gaan er gelijk vanuit, hij moet een pre krijgen. Mijn zoon wordt 24, hè? Hij heeft geen enkele pre gekregen. Aboy, jamisat, aboy, deve, heri. Kan een kraf, oma, weet je niet, tafel. Of weet ik wel hoe ze dat zeggen. Maar Romy heeft alles gegeten achter het huis. Niks is hem gebeurd, because Mino Charingo was nog een presie. Want gelijk van die bonuman, er moest dit en dat met hem gebeuren. Dit moesten ze doen. Klaune Bribi in de Sanatjere. Klaune Bribi en Klaune Basesivgo was nog een kriboy voor Doenotti. Hij is bijna 24, gezond en wel. Hij doet hartstikke goed. Ik ben hartstikke trots op hem. Alles wat hij heeft bereikt in zijn leven tot nu toe. Zijn moeder is trots, dus Karina de Pemba. Nanga kratafra, nanga sani, de biggest mafsa, de bepota sangina, de date wakanangere. Zullen we het daarbij laten? Because Klauw, no go do no wasani. Mijn moeder had ook echt zoiets van, ja, ik ga niks doen wat minder. Sap noti, kom broja, boy libi of zo. Pimba power, Romy zegt Pimba power. Het gaat hartstikke goed met hem voordat je reageert. Maar echt, a boy die zie in de Pimba charingo no apresi. Romy gaat naar een feestje. En hij neemt een cadeautje mee. Vos Asma. Op een cadeautje begint hij jou al te vertellen wat in het cadeautje zit. En hij gaat die vragen. Zal ik je helpen om je cadeautjes open te maken?
Nee, want kinderen willen hun cadeautjes later openmaken. Hij begint op een cadeautje staat. Ja, die plus actie tip. Weet je hoeveel kinderen op hun donder hebben gekregen? Omdat Romy bij Loploekoes had deze smak cadeautje. Iedereen mag gaan in de pressie, hè? Iedereen mag gaan in de pressie. Dus ik zweer het, boy. Als hij kinderen krijgt, dus mijn wist, dat moest ik alle de kwalvee. En dan 10 maal. Jammer voor Jackie. Maar echt waar. Echt, die kinderen van mijn kleinkinderen van Romy's kant. Die moeten echt ondeugend zijn. Echt waar. En ik heb echt wat duren gehad met hun vader. Met Taigi, Aboy, bij Ogri. Maar ja, dat was mijn tori. Laten we maar salade gaan eten. Want trouwens aan de gezonde toer. De, dat was het. Om mee te doen aan de giveaway. Ik denk dat ik 2 mensen ga kiezen. Weet je waarom? Omdat ik best wel veel hand sanitizer heb. En dat toen aanonomen met Abby. En ik heb best wel veel. En dan hier corona Sandy zie. Juli zit ik in mijn vliegtuig naar Suriname. Minowa hier in next. Juli zit ik in mijn vliegtuig naar Suriname. Speak into existence. Because. Eet niet als je praat, boy. Ja, meisje, dit is gewoon. Oh, dan heb je die filmpjes nog niet gezien. Met mukbang. Bij mukbangs ben je aan het eten en aan het praten. Dus ik ben aan het mukbangen. Waarom? Ik zeg dat ik jullie naar Suriname ga. Bij mij gaat de bouw gewoon door. De jongens werken gewoon door. Maar 1 ding. Ik ben echt een pietje precies. En er zijn bepaalde dingen die ik niet aan andere mensen wil overlaten. En dat zijn bijvoorbeeld mijn tegels. Ik weet ongeveer welke tegels het moeten zijn. Maar ik weet dat ik last minute zou twijfelen. Dus nu, die jongens zijn al bezig met schuren. Nu is de vraag. Zal ik ze de tegels zelf laten uitkiezen of moet ik het zelf zijn? Ze kunnen natuurlijk wel facetimen. Maar ik weet 1 ding met facetimen. De kleuren zien er niet precies hetzelfde uit. En ik weet waar ik mijn tegels heb gezien. Nou kan ik even niet op de naam komen. Het is op een hoek. Fransje Panenstraat is het. Kan even niet op de naam komen. Hebben ze echt super van die hele grote tegels. Maar ik wil dat zelf doen. Dus wat ga ik doen? Ik zit te twijfelen. Dat als ze helemaal klaar zijn geschuurd en zo. De ramen en de deuren die nemen ook iets langer in beslag. Maar ja, dat maakt voor mij niet uit. Ik ben bij Aposasrana. Dus als ik moet wachten tot na juli, augustus, september. I don't care. Feit is, dan is de woning af. Moeten alleen nog de ramen en de deuren gehangen worden. Waterleidingen, buizen, alles is aangesloten. Elektriciteit is aangesloten. Ze hebben ook gelijk alle leidingen getrokken in de muren. Voor de camerasystemen binnen, buiten. Dus echt die man die mijn elektriciteit heeft aangesloten. Echt petje af. Hij dacht gelijk vooruit van nee, ik ga het gelijk doen. Zodat alles weggewerkt wordt en het niet achteraf weet je, zichtbaar is. Dus alles is in het plafond en zo weggewerkt. Dus ja, dus het kan zijn dat ik een kleine vertraging ga hebben. Wat mijn vloer. FIFA training. Ja, thanks Jen. FIFA training heb ik echt de mooiste tegels. Super grote tegels. Ze zijn natuurlijk wel iets prijzig. Maar ja, ik ga liever voor de hele grote tegels. Dan voor die kleintjes. En ik wil niet iets met kleur of zo. Het moet heel erg neutraal zijn. Maar ik had al 5 uitgekozen. Maar ik wil dan toch nog een keer zelf gaan. Dus ik denk dat tegen de tijd dat de woning af is. Dat ik waarschijnlijk geen vloer heb beneden. Want boven heb ik een houten vloer. En daar zijn die mannen al mee bezig. Plafond is al inmiddels. Ja, zijn ze al inmiddels al klaar mee. Maar mijn tegels. Ik weet, ik ben een pietje precies. Ik wil geen spijt hebben. En ik heb er sowieso geen haast mee. Voor mij fijn dat dat gewoon doorgaat. Dat de bouw gewoon doorgaat. De jongens doen gewoon hun ding. We hebben dagelijks contact. Of ja, bijna iedere dag. Want ja, iedere dag doen ze gewoon hetzelfde. Materialen zijn echt gigantisch duur geworden. Bijvoorbeeld mijn diva-ijzer. Ik wil van die hele dikke buizen. En dat ging gewoon, laten we zeggen, van 500 SED naar 1000 SED per meter of zo. Ik veel meer hoe heet dat berekend. En ja, dat is nou eenmaal zo. Daar kun je niks anders van maken. Daar kun je niks aan doen. Dus dat zijn wel dingen waar je dus rekening moet houden dat alles iets duurder is geworden. Maar ja, het is wat het is. Ik heb gekozen voor een iets dikkere dievenijzer, zeg maar, rondom mijn terras. En ook mijn schutting heb ik een supermooi ontwerp gezien via Pinterest gezien. En dat ga ik dus dan overnemen voor de voorzijde van mijn,
van mijn schutting. Zeg maar met hele mooie kolommen. Daar, echt, daar verheug ik me echt op. Jongens, dus er valt heel veel om naar uit te kijken. Straks na de corona. Maar het moet echt niet langer duren dan juli, augustus. Hè? Want weet je wat lullig is? Straks is je woning af en dan kun je alleen maar zien op foto's. Weet je, dan kun je alleen maar zien op foto's en dat wil ik niet. Ik wil er zelf in lopen. Ik wil zelf dingen aanraken. Ik wil zelf dingen uitkiezen. Ik wil het zelf. Mijn mooie tafel die gemaakt is van die boom. Alles wil ik zelf doen. Mina was je in de foto. Dus corona. Biggie sorgo. Ik go back naar mijn moer. Peek moppo. Cause we don't need you. Jongens, ik ga het hierbij laten. Klauw gaat de troep opruimen. Dus nogmaals. Welkom alle nieuwe abonnees. Welkom op Volgers Klauw. Ik krijg de laatste tijd echt heel veel nieuwe volgers erbij. Ik weet, ik ben soms een beetje koppig. Ik heb mijn eigen willetje, maar daarom heet mijn kanaal ook Volgens Klauw. Dus hier gaan jullie het mee moeten doen. Dus voor de giveaway alleen maar een reactie achterlaten is voldoende. Ik kies zelf twee mensen, ik neem contact met jullie op. En dan stuur ik de pakketjes, want ik ga twee, toch maar twee doen. En dan stuur ik de pakketjes op. Ik zal kijken wat voor leukigheid ik nog meer hier heb. Behalve hand sanitizer zal er sowieso een haancreme erbij zitten. Ik heb genoeg. Een hele bowl vol. De rest ligt hiernaast. Dus jongens, ik wens jullie een super fijne dag. Klaus zegt, toedeletokie!